We staan hier op de President Rooseveltweg in Obord. Midden op de rotonde waar een keurig, fleurig beeld staat. Dat is niet zomaar. In 2018 zijn er 3 beelden neergezet op de 3 rotondes van de President Rooseveltweg. Maar het heeft wel een lange voorgeschiedenis. In 1988 bestond de woningbouwvereniging, katholieke woningbouwvereniging voor het huisgezin, 75 jaar. En zij hadden het lumineuze idee om haar bewoners te fêteren, een cadeautje te geven, door in hun tuinen, dus in de tuinen achter de huizen van die woningbouwvereniging, kunstwerken te plaatsen. De Delftse kunstenaar Cor Dam kreeg de opdracht om 6 kunstwerken te maken die op 6 plaatsen bij de woningbouwvereniging geplaatst zouden worden. 5 in Rotterdam, eentje buiten Rotterdam. Een van die plaatsen is het Symbolkruid, waar wij hier nu naar kijken en vlakbij staan. En het Symbolkruid destijds van deze woningbouwvereniging, die inmiddels is opgegaan in Vestia, kreeg zo'n mooi kunstwerk in haar achtertuin. Die kunstwerken van Cor Dam zijn over het algemeen groot. Cor Dam houdt van groot. Maar Cor Dam houdt ook van abstract. Dus het zijn abstracte beelden gemaakt van kortenstaal. En kortenstaal is een weerbestendig, roestbestendig staal. Maar het heeft van zichzelf wel een roestvormige kleur. En Cor Dam dacht van, dat is mooi, dat moet zo blijven, ik zet ze daar neer. Op 6 plaatsen kwamen dus mooie, grote, abstracte kunstwerken van Cor Dam in een roestige kleur. De bewoners waren helemaal niet blij en die vonden het ook helemaal geen feestje. En die protesteerden er heftig tegen van, ik wil geen roestbak in mijn achtertuin. Cor Dam zei van, ja, dat is mijn artistieke opdracht, ik heb het zo gemaakt, dat moet zo blijven. De woningbouwvereniging vond een compromis en stemde dat ook wel met Cor Dam af, dat andere schilders er een mooi kleurtje op zouden zetten. Cor Dam wou dat zelf niet doen, want dat vond hij artistiek niet verantwoord. Maar andere kunstenaars, zoals onder andere Chris Ripke, gingen deze kunstwerken allemaal van een kleur voorzien. En zo hebben ze jarenlang gestaan in de achtertuinen van die woningen. Na 3 jaar praten met allerlei instanties over verkeersmaatregelen, gasleidingen, elektraleidingen die hier liggen, belde de gemeente Rotterdam de Stichting De Witte Bollen van, als jullie deze kunstwerken nog zouden willen plaatsen, dan moet dat wel binnen 14 dagen gebeuren. Dus voor 1 april 2018 moesten ze neergezet worden. Toen moesten wij nog allerlei dingen regelen natuurlijk, over eigendom, verzekering, vergunning, etc. En alhoewel de gemeente dacht, dat gaat ze nooit lukken, lukte het toch. Een bevriende aannemer heeft in 1 dag tijd de 3 beelden opgehaald van de andere plaatsen in de stad en hier keurig netjes neergezet. Van de 3 beelden die we geplaatst hebben, stond er 1 natuurlijk al in Omoord op het Symbolkruid. De andere 2 zijn van elders uit de stad gekomen. 1 is er gekomen vanuit het Lisplein en de andere vanuit de Borgesiestraat Berselaan. Die andere 2 zijn natuurlijk ook aan bewoners aangeboden om bij te houden, maar die zagen ze liever gaan. Zodoende werd het overgedragen aan Stichting De Witte Bollen.